Yo, wat up gasten, welkom bij een nieuwe Banjo Movie. Vandaag wil ik het met jullie hebben over een onderwerp waar ik al 21 jaar ervaring mee heb. Namelijk het zijn van een man op YouTube. Zijn heel veel vrouwen die praten over het leven van een vrouw, wat de voor- en nadelen zijn. Alleen er is niemand die praat over de voor- en nadelen van het zijn van een man. Logisch ook, want als je een man bent heb je natuurlijk miljoenen voordelen ten aanzien van de rest. Alleen er zijn toch een paar kleine nadelen waar ik het vandaag over wil gaan hebben met jullie. Dat betekent dat jij deze video heel serieus moet nemen. Elke grap moet je niet bekijken met een knipoog. Want dit zijn 25 nadelen aan het zijn van een man. Wij mogen never, nooit, niet huilen. Tenzij iemand uit je familie is overleden of jouw favoriete club heeft verloren met de Eredivisie. Dat zijn de enige twee uitzonderingen om te huilen. Heel veel vrouwen kijken deze video waarschijnlijk en denken bij zichzelf: wel nee, ik hou van een man met gevoel. Dat vind ik alleen maar leuk en lief. Dat moeten wij mannen ook nog een keer elke dag aanhoren. Want elke man weet, als jij je gevoel uit bij een vrouw met wie jij geen relatie hebt, dan beland je in de friendzone. Ik denk dat elke jongen van kinds af aan heel graag een hele dikke auto zou willen. Een BMW, Mercedes, Audi, I don't give a fuck. Je zou een dikke auto willen. Alleen als je die auto gaat kopen na je 40ste, dan denkt iedereen dat een man in een midlife crisis zit. Waarom? De Adamsappel, oftewel de baard in de keel. Dat je stem af en toe overslaat op rare momenten. Homo's zijn heel erg nadelig voor alle heteroseksuele mannen. Want je wil niet weten hoe vaak ik heb gehoord dat het jammer is dat die ene jongen homo is. Want hij is zo leuk, zo lief, zo knap, bla 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 bla. Twee, maakt niet uit welke tv-reclame je zou pakken. In elke tv-reclame zijn alle vaders altijd zo leuk, lief, aardig en spontaan dat wij dat ook moeten zijn. En ik kan je vertellen, ik ben niet zo als die tv-vaders daar. Ik ben niet zo gek, spontaan en leuk. Chillen met vrienden is heel chill, want ik hoef niet zoveel te betalen. Alleen als ik chill met een vrouw, oftewel een date, moeten mannen alles betalen. Het kaartje, het eten, het drinken, de parkeren, verzin het maar. Mannen moeten zich elke ochtend gaan scheren voor die gladde, strakke mannenhuid. Of natuurlijk voor dat ene stoppelbaardje, maar dat kost werk, een baard. En ongeveer 30 jaar lang je baard onderhouden, gebeurt er iets op je hoofd. Je wordt langzamerhand kaal, dat gebeurt bij elke man. En op dat moment zou je heel graag je baard terug willen. Maar dat kan niet, want je wordt nou eenmaal kaal. Of grijs, heel veel mannen worden ook nog een keer grijs. Een piemel hebben is leuk en aardig, alleen in de winter als het heel koud is, is hij ook niet echt de vriendelijkste. En in de zomer, als het heel warm is, wordt alles zweterig, plakkerig en is alles ranzig en vies en het is niet handig. Je hebt een connectie met een vrouw, dat betekent maar één ding. Jij hebt kans op een vriendin vanavond. Nu nog even naartoe en het openingswoord doen. Wij mannen zijn daar niet altijd even goed in. Ik ben daar echt slecht in. Vrouwen kunnen tijdens de seks 100 miljoen triljoen keer komen. Alleen wij mannen maar één keer. En na die ene keer moeten we gaan eten, tv-series kijken, duurt een uur. En dan kunnen wij er weer een keer voor. Laten we eerlijk zijn, met z'n allen 2014 werken nog altijd heel veel mannen. En als een man thuis komt wil je gewoon lekker op de bank liggen, niks doen. Alleen 90% van alle mannen mag eerst het vuilnis naar buiten zetten. Stel dat een vrouw 50 km te hard rijdt op de snelweg, dan komt er een agent naartoe die vraagt naar rijbewijs en het gaat gewoon leuk. Als een man dat doet, wij worden uit die auto getrokken, op onze bek gemet en noem alles maar op. Het maakt niet uit wat er gebeurt, waar je ook heen gaat of met wie je ook bent van het vrouwelijk geslacht. Jij, man, kan alles dragen. Gefeliciteerd. Mannen hebben overal haar over hun hele lichaam, maar ze zijn bijna Chewbacca's. Oké. Niet zo erg, maar je snapt wat ik bedoel. In tegenstelling tot alle vrouwen kan ik als man zijnde niet mijn baan redden door naar de baas te gaan en te zeggen: ik ben een stoute jongen geweest. Dat werkt niet. Extreme feministen. Ik bedoel, die vrouwen die worden altijd helemaal koekoek van alles wat er gebeurt. En voordat ik mijn bak eens heb opengetrokken, ben ik al een seksist. Jongens hebben altijd mee moeten doen met gym. Terwijl een meisje gewoon kan zeggen: ja, ik ben ongesteld en kan toch niet gecontroleerd worden. Hebben jongens niks wat hun kunnen gebruiken. Als ik jarig ben, weten vrouwen altijd wat ze voor mij moeten kopen. Of het nou mijn moeder, mijn vriendin, mijn tante is. Iedereen weet het alleen als hun jarig zijn. Ik heb geen idee, mijn vader heeft geen idee, mijn broer niet, mijn oom niet, niemand. Geen enkele man weet wat een vrouw zou willen op haar verjaardag. Deze is echt heel makkelijk, namelijk alimentatie. Titanic is een perfect voorbeeld waarom het zuigt om een man te zijn. Niet zozeer omdat alle vrouwen geilen op Leonardo DiCaprio. Eerder omdat die boot ging zinken. Dan denk je bij jezelf, de boot zinkt. Wat maakt dat uit, Bardo? Dat maakt heel veel uit. Alle vrouwen en kinderen mogen als eerst weg. En wij mannen mogen met z'n allen op de zinkende Titanic staan zwaaien. Onze vrouwen en kinderen terwijl we met z'n allen massaal doodgaan. Wow!
Bedankt voor het kijken van deze nieuwe Banjo Movie. Hopelijk vond je deze Banjo Movie leuk. Geef me vooral een blauw duimpje. En ik wil iedereen bedanken voor het delen van deze video via Twitter, Facebook, Google+, Instagram. Verzin het maar. Stuur deze video door naar alle vrouwen of naar alle mannen die je kent. Oftewel, stuur hem door naar iedereen. En ik wil iedereen bedanken voor de boom! 150.000 kijkers op de vorige top 25 binnen een paar weken. En mocht je mij nog niet kennen, ik ben Bardo Ellis en ik maak wekelijkse video op YouTube. Je kan abonneren op mij hier beneden. En ik ben volgende week zondag terug met een nieuwe Banjo Movie. Geef vooral een blauw duimpje, abonneer hier beneden. En deel deze video met al je vrienden. Bedankt voor het kijken en ik check jullie later!